Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, 22 februari 2016. Dit is het bulletin van maandag. Vanwege drukte met mijn werk deze week is er de komende week spaarzaam data of SSTV bij de uitzending. Wel gaan de morsen worden gewoon door. Ik had de afgelopen dagen gepubliceerd over DMR Plus, het DMR-netwerk uit Duitsland. Op gezag van één site en nog wat posts op internet heb ik toen meegeholpen aan het in de wereld brengen als zou DMR Plus gestopt zijn met nieuwe ontwikkelingen. Niets blijkt echter minder waar. De groep rond DMR Plus heeft inmiddels op deze berichten die op verschillende plekken op internet opdoken gereageerd. En ze hebben meteen het tegendeel bewezen door een nieuwe versie uit te brengen. Ik ben er niet zo voor om allerlei berichten over Flame Wars en noem maar op te brengen, maar als de informatie echt onjuist is, dan moet dat natuurlijk ook gezegd worden. Delta Lima 5 Delta India van de DMR Plus groep heeft zich afgelopen zaterdag in verontwaardigde bewoordingen geuit over de berichten over DMR Plus. Hij maakt zich met name boos over berichten via Facebook en fora die uit Holland zouden komen en maakt zich ook boos op een amateur uit Duitsland die de informatie daar verspreid heeft. Om kort te gaan werkt het DMR Plus team volgens het bericht verder aan de ontwikkeling van de netwerken en van nieuwe systemen. Of van het netwerk en van nieuwe systemen. De bekende Torsten van het DMR Plus team was onlangs op de Hamcation in Orlando en heeft daar aanmoedigende bewoordingen ontvangen van de daar aanwezige netwerkbeheerders in de VS. In het bericht worden vervolgens een aantal technische vernieuwingen opgesomd waar het team momenteel aan werkt. Een dag later al, gisteren op zondag, werd een nieuwe release van DMR Plus versie 9.21 uitgebracht. Hierin zitten nieuwe zaken zoals een selectfunctie voor het dashboard om bepaalde informatie makkelijk te kunnen uitlichten. Het netwerk ondersteunt nu ook zelfbouwrepeaters en dongles en die kunnen ook uitkomen op TS1 en tijdslots als via reguliere repeaters. Daarnaast zijn er meerdere zaken gerepareerd. Er zijn nog wel wat zaken die je DMR Plus kunt verwijten, zoals het afsluiten van bepaalde zaken in het verleden en nu. Maar het bericht, zoals vorige week bekend werd, is in elk geval helemaal onjuist. Mijn Belgische tipgever trouwens bedankt. Laat jij wel eens een lange break? Jazeker, ik laat geregeld een lange break. En waarom doe je dat dan? Nou, dat de Echolink gebruikers ook een beetje lucht hebben. Ja, geef de Echolink gebruikers lucht. Ja, dit spotje zat afgelopen weekend een keer in de uitzending. Het is een grappig spotje, maar met een serieuze ondertoon. In elk geval heb ik zowel de aandacht op het onderwerp gefocust. Door verschillende mensen is aan mij gevraagd om aandacht te besteden aan operating practice. Operating practice is eigenlijk de vaardigheid om met radioverbindingen om te gaan. Het maakt voor de verschillende takken van sport binnen de hobby soms veel verschil hoe die operating practice eruit ziet. Denk aan een CW-QSO of een RTTY-verbinding en aan een contest. En zo vereist het werken via repeaters ook weer speciale vaardigheden. Het is makkelijk bij een onderwerp als dit om in een schoolmeesterachtige, belerende toon te vervallen. Dat past niet bij mijn stijl en ook niet bij deze uitzending. Eén sleutelwoord wil ik, hoe saai en voor de hand liggend ook, toch even noemen. Dat is respect. Bij voldoende respect voor je mede-repeatergebruikers gaan dingen al snel vanzelf goed. De IARU, die ook de internationale bandplannen vaststelt en publiceert, maakt bij tijd en wijle ook bekend wat goede operating practice is. Ze doen dat ook voor repeaters. Zelf vind ik die regels ouderwets aandoen en ze zijn zeker ook niet op maat gesneden voor een repeater als PI2NOS en ook niet voor een aantal veranderde inzichten van de laatste tijd. Als je de IARU-regels keurig zou volgen, dan zou PI2NOS op de meeste momenten tijdens het etmaal een vooral heel stille repeater zijn. De IARU heeft nog altijd het standpunt dat vaste stations liefst niets op repeaters te zoeken hebben. Die mogen alleen bij uitzondering op een repeater te horen zijn, zo vindt de IARU, en zeker niet in gesprek raken met andere vaste stations. Op PI2NOS is dat standpunt gelukkig anders. Steeds meer mensen kunnen thuis geen fatsoenlijke antennes plaatsen. De mening van veel gebruikers en ook die van de beheerder van de repeaters is dat daarom ook vaste stations op de repeater welkom zijn. Mobiele stations hebben echter vaak wel minder tijd beschikbaar dan vaste stations. Om die reden is het een goed idee om op drukke momenten niet heel lange doorgangen te houden. En geef mobiele stations als je van huis uit werkt liefst ook wat meer de ruimte. Niet alles wat in de IARU-regel staat is verkeerd. Zo staat er dat amateurs of groepen van amateurs een repeater niet moeten domineren. De repeater is van iedereen en door de microfoon veelvuldig binnen een bepaalde groep door te geven, kan er makkelijk een situatie ontstaan waarbij buitenstaanders zich niet welkom voelen. Gelukkig gebeurt dat op deze repeater niet zoveel. Ik ga volgende keer nog verder in op dit onderwerp. En tot slot een stukje Engels. Ik vind het altijd leuk als mensen een ETE-imitatie doen. En sorry Adam, deze is te leuk om te laten liggen. And then it's like 1 or 2 in the afternoon. All of a sudden, beep, 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 in Dutch. Here is the Dutch radio, amateur radio news. Adam Curry has a new call sign. He has a fanatic call.
And then they played like the whole bit from the show where we're talking about my vanity call sign. They played the bit from the show? Yeah. On over the ham band? Yeah. Isn't that illegal? No, it's not illegal. No. You can't play the show on the No, on just a clip. Band. Just a clip? Yeah, you can do ham radio news. Because, you know, it's going to save everyone from the apocalypse. Het stukje komt overigens uit de 800ste No Agenda, een talkshow van Adam en John C. Dvorak. Wil je het hele fragment horen, ga dan naar noagendashow.com. Noagendashow.com. So Papa Echo One, Papa Lima Mike in Holland, who's involved with all this stuff, he helped me get the re-registration. And then they were telling me about this big new repeater network in the Netherlands. You can hook into it via Echo Link. So I'm like, yeah, I'll check that out. It's kind of like the Texas Saltgrass network, where you have one frequency and no matter where you are, you key into that. It's very, very interesting the way they have multiple transmitters that are time-based corrections. So it's interesting. Hobbyscope.nl if you want to learn more about it. But anyway, I listened in on this reflector.